Hassan Oskara denkt dat hij het afgelopen weekend het record Turkse pizzabakken heeft verbroken. Dat gebeurde in bakkerij Divan aan de Hommelseweg. RTV Arnhem ging kijken hoe hij dat voor elkaar kreeg. Hoe zijn jullie opgekomen om een Nederlands record te vestigen met Turkse pizza's bakken? Dat is eigenlijk toevallig gebeurd. Dat is omdat wij de bestelling een beetje te laat hadden gebracht. Eigenlijk verslapen. En we moesten de bestelling om 12 uur klaar hebben. En we zijn 3 uurtjes te laat uit de bed. Dus ja, dan moest het in de 5 uur gebeuren. Met een hele snelle systeem dan. En eigenlijk geen 1 keer pauze. En hoe lang duurt het nou om 1 Turkse pizza te maken ongeveer? In principe moet je er ongeveer 2 minuten aan bezig zijn per pizza. 2,5 minuutjes. Dus dat is dan 2,500 minuten. En jullie zijn er met hoeveel man mee bezig geweest? 2 man. Zijn jullie van plan om iemand erbij te halen die het record kan bevestigen? Nee, nooit aan gedacht. Maar ja, moeten we even nog een paar keer trainen voor. Zijn jullie verder nog met andere dingen echt supersnel wat jullie echt op de kaart zet? Ja, brood. We hebben het een keer in kerst hadden we gehad. Dat was ook bijna onmogelijke cijfers. Dat was, we hadden 2,500 brood in de kerst gemaakt in 6-7 uurtjes tijd. Dat is ook een heel zware record. Maar dat hadden we niet op Facebook gezet, dus weet niet of het een record is. En wat is nou de specialiteit van Divan? Nou, eigenlijk zijn wij een houtovenbakkerij. En we zijn daar de enige in Nederland als bakker. En daarnaast, wij bakken merendeel ook lunchgerechten, mediterrane lunchgerechten, dan een normale Turkse bakker. En de Turkse pizza, daar komen heel veel mensen voor naar Divan? Ik denk dat wij het meeste in hele Arnhem verkopen. Met de grote bestellingen, wat u ook net hoort. En grote bestellingen, wie bestelt dan 1000 Turkse pizza's? Ja, meestal het bruiloften en erfenissen. Wordt het meestal uitgedeeld. Wat zit er nou eigenlijk op een Turkse pizza? Nou, Turkse pizza is ten eerste een deeg die heel weinig gist in zit. En een klein beetje zout, de deeg. En het is runder gehakt. Met paprika, uien en vers peterselie. Er zit een heel klein beetje tomatensaus erop. En het belangrijkste is dat je hele goede rundgehakt gebruikt. En hoe goed je de rundgehakt gebruikt, hoe betere pizza's je krijgt. Dat is ook jullie geheim, het goed gebruik van het rundergehakt. Ja, en plus je hebt bepaalde kruiden en elk bakker heeft zijn eigen recept. En onze recept is voor ons geheim.